waarom ik dit boek heb geschreven. Nou, de realiteit is dat veel ondernemers te weinig klanten hebben. Of het gewoon heel erg lastig vinden om de juiste klanten aan te trekken. Omdat ze niet zo houden van marketing en ook niet houden van verkoop. Maar als je weet dat er nu echt een record aantal ondernemingen in Nederland is. Ik geloof ruim 1,8 miljoen. En er zijn meer dan 880.000 ZZP'ers, waaronder ook een heel groot aantal part-timers. Nou, dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je opvalt tussen al die andere ondernemers. En tegelijkertijd zie ik ook dat heel veel ondernemers dat lastig vinden om zichzelf te laten zien en om zichzelf te onderscheiden. Terwijl dat juist zo belangrijk is, hoe spannend het natuurlijk ook is om jezelf te laten zien op internet. Maar mensen kopen niet van een logo, van een stokfoto, maar van iemand die ze kennen en aardig vinden. En ik weet dat er in deze nieuwe tijd één middel is dat het verschil kan maken. En dat is video. En volgens de prognoses zal al het internetverkeer in 2018 uit video's bestaan. Dus ja, de vraag is volgens mij niet of je video's gaat maken, maar wanneer je video's gaat maken. En het is ook helemaal niet zo ingewikkeld als veel ondernemers denken. Want je hebt er eigenlijk niet meer voor nodig dan een smartphone, een statief en een microfoon. Dus zo gemakkelijk kan het zijn. Waarom mensen dit boek moeten lezen? Nou, iedereen kan natuurlijk een video maken met zijn smartphone. Dat is niet zo ingewikkeld. Veel ondernemers die ik spreek, die weten niet zo goed hoe ze moeten beginnen. Ze denken dat ze een dure videocamera nodig hebben of alleen de allernieuwste smartphone om professionele video's te maken. Of ze denken van, nou, wie zit er nou op mij te wachten? Of wat moet ik dan zeggen in mijn video's? En mijn video moet er helemaal perfect uitzien en ik moet het helemaal perfect doen. En nou, daar heb ik zelf ook heel erg last van gehad. Maar wat veel ondernemers niet weten, is dat het echt veel belangrijker is om inhoudelijk goede video's te maken dan heel glanzende video's, om het zo maar even te noemen. En dat is precies waar ik ondernemers bij help. Om inhoudelijk goede video's te maken die gezien worden door de juiste mensen. En die uiteindelijk van een kijker een goed betalende koper worden. En voor ondernemers die zich afvragen van, nou, hoe doe je dat nou, verdienen met je video's? Voor die ondernemers heb ik dit boek geschreven waarin ik de winstmethode uitleg. En aan de hand van 50 tips en praktijkvoorbeelden laat ik ondernemers zien wat er voor nodig is om te gaan verdienen met video's. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om deze vaardigheid onder de knie te krijgen. Want het zorgt ervoor dat dat ondernemers meer omzet maken en meer vrijheid ervaren. En ik geloof ook dat iedere ondernemer het verlangen heeft om gezien en gehoord te worden. En om het werk te doen wat ze het allerleukste vinden. En om ook genoeg vrije tijd te hebben voor ontspanning en vrienden en familie.